Wilfred Gené gooit in Vandaag een site zeer regelmatig de nieuwste merchandise van Vandaag een site op tafel, maar daar ontstaat nu toch wat ongemak over. Volgens mediacriticus Victor Vlam is het tijd dat het programma echt een gebaar maakt naar de fans, en dat ze hun achterban niet puur en alleen gebruiken als een soort volgzame melkkoe. De mannen van VI zijn onder leiding van Wilfred aan het harken en in het kader daarvan stonden ze gisteravond ook weer met z'n drieën in de Ziggo Dome, maar moeten ze hun grenzen niet wat beter bewaken? Ze hebben die zaal met pijn en moeite volgekregen, op een zeker moment kon je voor een habbekrats twee kaartjes halen op vakantieveilingen. Slaat hun commerciële gretigheid niet een beetje door? Ze zijn nu toch gewoon precies hetzelfde als André Hazes junior, die met horten en stoten een zaal vol krijgt? Ja, eigenlijk wel, geeft Johan Derksen eerlijk toe. Hij vindt het ongemakkelijk dat ze de volkszanger op TV hebben uitgelachen, maar zelf ook een veilingsite moesten inzetten om de boel te vullen. Wilfred Gené lijkt er het meest mee te zitten. Elke keer als hij het woord vakantieveiling hoort, trekt hij een heel serieus gezicht en roept dan dat het allemaal al zo gepland was vanaf het begin. Ze dumpen die kaartjes dus niet sinds kort op vakantieveilingen, maar sinds het begin. Sterk argument, sneerde debat-expert Lars Duursma. En nu is Wilfred dus weer naar die tegenvallende verkoop gevraagd, namelijk in shownieuws. Daar zegt hij de vergelijking met André Hazes junior niet terecht te vinden. Er zit wel een verschil tussen. De kaarten beneden, die worden niet door vakantieveilingen verkocht, en bij hem werden alle kaarten verkocht op vakantieveilingen. Nieuws voor Wilfred, ook bij André werd alleen de bovenste ring op vakantieveilingen aangeboden. Volgens André zelf dan. Johan staat er wat sportiever in, dat vind ik ook een verschrikking hoor, dat ik in de krant omschreven word als een soort André Hazes junior. Dat vind ik verschrikkelijk. Wilfred geeft dan schoorvoetend toe dat het inderdaad niet zo best liep. Ik geef eerlijk toe, het had wel wat sneller kunnen gaan, maar als Johan zoals gisteren in de telegraaf ook weer roept van: "Waarom ga je er eigenlijk naartoe en geef je zoveel geld uit?" Je kunt ook tegen al die mensen zeggen die komen: "Goed dat je er bent, fantastisch allemaal."